We gaan lezen uit Genesis 26. Genesis 26, vanaf vers 1 tot met 4, en dan wil ik verder bij vers 12. Het andere heeft net even mijn boodschap, en daar kun je wel over spreken. Ja. Je hebt natuurlijk een thema. Maar... Ja. Genesis 1. Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen hem de Heer en zei, trek niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen. Want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven en ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. En ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En ik zal uw nageslacht al die landen geven. En met uw nageslacht zullen alle volken in de aarde gezegend worden. Omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft. Mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dus bleef Isaac in Gerar. Nu wil ik even naar vers 12. En Isaac zeide in dat land en oogst in dat jaar honderdvoudig. Want de Heere zegende hem. En die man werd rijk. Ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudde en kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zeide Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar om met de herders van Isaac en zeiden dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, omdat ze hem met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten ze ook daarover en hij noemde die Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twisten. Deze noemde hij Rehoboth. En zeiden, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En hij trok vandaar op naar Beersheba. En de Heer verscheen hem in die nacht en zeide, ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen, uw nageslacht vermenigvuldigen, terwille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. Hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. En Abimelech ging uit Gerar tot hem met zijn vriend Ahuzat. En zijn lege oogste Pigol. En Isaac zeide tot hem, waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat en mij van u weggezonden hebt? Daarop zeiden zij, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. En daarom zeiden wij, laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u, en laten wij een verbond met u sluiten, dat gij ons geen kwaad zult doen, evenals wij u niet aangeraakt hebben, en evenals wij u enkel goed gedaan hebben, en u in vrede hebben laten heen gaan. En nu zijt gij de gezegende des Heer. Tot zover. Ja, in vers 12, daar staat, hè, in dit gedeelte, dat het begint twee keer met het woordje dat. Dat land en in dat jaar. Want in het, en dat staat er niet toevallig, want in het begin van het hoofdstuk, en lazen dat er een hongersnood heerste in dat land, in dat jaar, waar Isaac eerst vertoefde. Daarom vertrekt Isaac naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Immers zijn vader had een verbond met hem gesloten, om daarna verder te trekken naar Egypte. Want dat is hij van plan, zegt de Bijbel. Want daar denkt hij de honger te kunnen ontvluchten. Maar we lazen, God komt tussen beiden. En hij moet in het land blijven als vreemdeling. En daarom vervolgt de Bijbel met het noemen van in dat land en in dat jaar. Juist waar het onmogelijk lijkt, maakt God het mogelijk. In dat land waarin Isaac totaal geen verwachting meer heeft, immers hij wenst naar Egypte gaan, want er heerst op dat moment een grote hongersnood.
En op dat tijdstip en op dat gedeelte oogste Isaak juist 100-voudig. Kijk, dat doet onze God als we hem gehoorzamen. Niet wegvluchten voor de heersende nood, maar op je post blijven en zien op de levende God daarin. We kunnen wegvluchten voor een bepaalde nood, maar God brengt ons altijd erin weer terug. Misschien wel ergens anders, maar je komt er in de problemen om te leren dat we alleen op hem moeten vertrouwen. Voor ons is nood het probleem, voor God zijn wij het probleem. Want geen nood is problematisch voor hem. Wegvluchten voor problemen is beleiden dat we maar een klein, onmachtig God hebben. Ik las eens over een onderzoek van een psycholoog naar de effecten op kinderen waarvan hun vader alcoholist was. Zo kwam hij een gezin tegen waaruit twee jongens voortkwamen met een vader die zware alcoholist was. Die twee jongens waren al vroeg het huis uit en ieder was zijn eigen weg gegaan. De ene bleek ook alcoholist te zijn geworden, terwijl de ander juist consequent geheel onthouden was. Tijdens het onderzoek zeiden beide als reden voor hun gedrag: wat wil je ook met zo'n vader? Hetzelfde probleem en twee verschillende conclusies. Welke conclusie trekken wij in onze problemen en nood? De vijand fluistert: vertrek maar. Dit komt nooit meer goed. Maar Isaak luistert naar de Heer en gaat zaaien, terwijl niemand dat jaar een oogst scheen binnen te halen. Er was een grote hongersnood, lees eigenlijk droogte dus. Oogst hij in dat jaar 100-voudig. Want de Heere zegende hem. Ik moest even denken aan de visvang van Petrus en de discipelen. Hè, toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Ze hadden niks gevangen het hele jaar. De Heer zegt: werp de net uit. En op het woord des Heeren barstte bijna het net uit zijn voegen. De Heere kan voorzien. Daar waar het uitzichtloos lijkt en zinloos lijkt. Als wij maar God gehoorzamen, zal hij ons zegenen. In een vertaling van Genesis van Max Rijssel, door de Stichting van Hebreeuwse Taal en Letterkunde en Judaica, las ik dat Jahwe door hem steeds vertaald werd met paraatblijkunde. Dus eigenlijk de ik ben er. Als wij luisteren en gehoorzamen, is God daar steeds paraat. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Hoe groot de nood soms ook is. God is paraat. Isaak zijn veestapel nam toe. En ook zijn aantal knechten. Maar deze zegeningen wekt meteen de jaloersheid bij de ander op. De theoloog Kramer zei wel eens: geluk wekt altijd nijd op. Dat bevreemde niemand. De wereld heeft nooit anders gedaan. Nu moeten wij de ander ook tot jaloersheid prikkelen, maar het kan ook tegen ons keren, wanneer men door alles heen niet de gever ziet, maar alleen de ontvanger. Ziet men door alles heen de gever, dan zegt men: die wil ik ook. Ziet men door alles heen alleen de ontvanger, dan zegt men: dat wil ik ook. En dan is strijd geboren. Die of dat is het verschil tussen geest en vlees. Op geestelijk vlak werkt jaloersheid precies zo. Ik las eens van de Ierse schrijver Samuel Beckett, dat die heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen, maar toen hij dat won, toen nam zijn vrouw de telefoon op. En die gooide de hoorn op de haak en schreeuwde met een ontdaan gelaat: vreselijk, wat een ramp! En Beckett, zijn hart sloeg in, die denkt: wat is er gebeurd? Nou, hij had de Nobelprijs voor literatuur gewonnen, maar zijn vrouw kon daar niet tegen. Al die aandacht aan hem en niet aan haar. Zo werkt jaloersheid. Als men zich niet keert tot die levende God van Israël door het zien van wondertekenen, dan keren ze zich meestal tegen zijn volgeling. Dat is de geschiedenis van vele geloven, vanaf Abel tot nu toe. En zal die ook zijn tot de terugkomst van de Heer Jezus. De menselijke mentaliteit is iets uiterst misselijk, zei George Morrison. We willen alleen iets horen over andermans geluk als we het zelf bewerkstelligd hebben. En ik denk wel eens, ja, ik betrap me er zelf ook wel eens op. Ik ben er heel eerlijk in. Dan zie ik iemand op een rij op een voorrangsweg, of weet ik noem maar bij de Mediamarkt in Leeuwarden, dan komen mensen van de Mediamarkt, van de pleinen, van de centrale, en die willen de weg op. Maar wij hebben voorrang.
Dan denk je, nou, ik laat hem wel even voor. Maar dan doet dat net iemand voor je. Nou, dan zou je reactie moeten wezen. Nou, fijn, want dat is precies wat ik wilde. Nee, je wilde die handje even zien. Even dat complimentje. Dus. En dan denk ik ook wel eens, Heer, verlos me van mezelf. O Heer, haal dat weg in me. We moeten er zo op passen, op jaloersheid. Isaac wordt tegengewerkt. Men ziet hem, net als zijn vader Abraham, machtig geworden en zijn bang de heerschappij aan hem te verliezen. Het aantal slaven neemt toe, hazelen. En straks behoren wij ook misschien nog tot die stoet. Maar Isaac blijkt een vredestichter. Hij blijkt heel anders dan de Filistijnen. Maar voor hen die altijd op strijd uit zijn, wordt dit niet begrepen. Althans nooit direct. Hij wordt gesommeerd weg te gaan. En hoe politiek dit verzoek ook aangekleed wordt, Isaac begrijpt de consequenties als hij er niet naar luistert, een gewelddadig uitzetten. Gaat hij niet goed schikt, dan zal het kwaad schikt. Dan besluit Isaac de mindere te zijn en gaat hij van het ouderlijke dal terug, naar het ouderlijke dal terug. In dat dal van Gera bleken de Filistijnen alle waterputten van zijn vader te hebben dichtgegooid. Want naar Abraham kon zijn zoon ook wel eens komen en een aanslag ook maken. En ook zo machtig worden. Ondanks dat Abraham hun nooit kwaad had gedaan, bleef de achterdocht toch heersen bij hen. Dat is het gevolg als men de vrede van God niet kent. Water is natuurlijk van essentieel belang voor mens en dier. Zonder voedsel kan men langer dan zonder water. Daarom gold het dichtgooien van waterbronnen als een oorlogshandeling in die tijd. En was een van de ergste misdaden in het land toen ter tijd. In onze tijd is door het waterleiding net en pompen het niet meer zo belangrijk waar je je vestigt. Want men levert stromend water aan elk huis, maar vroeger bestond dit natuurlijk niet en was men afhankelijk van ter plekke bestaande bronnen. Vandaar dat het dichtgooien van waterbronnen gelijk stond aan een oorlogsverklaring. Vanwege de afhankelijkheid van water zijn daarom ook grote steden altijd aan de rivier gebouwd. Denk eens aan Rotterdam aan de Maas, Amsterdam aan het IJ, Leeuwarden aan de IJ, Wenen en Boedapest aan de Donau, noem maar op. De oude putten worden weer opgegraven en Isaac geeft zijn oude namen terug. Daarnaast, vanwege het aantal dieren en knechten, laat hij ook een nieuwe put graven waaruit levend water kwam. Dat wil zeggen stromend water, schoon drinkwater. Als water stilstaat, vervuilt het en brengt het de dood voort, zoals door cholera. Maar de plaatselijke herden zeggen dat het water van hun was, niet de put, maar het uitstromende water. Ze zijn bang dat de grote wel daaronder zou opdrogen. Isaac noemt de put Esek, wat twist. Gekijf betekent en graaft een ander. Maar ook die wordt geclaimd door de herders in dat dal. En Isaac noemt deze put Sitna, wat tegenwerking, beschuldiging betekent. Hij laat weer een ander graven. En dan laten de herders hem met rust. Deze put wordt Rehobot genoemd, wat ruimte betekent. Nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. Toen vertrok hij verder naar Beerseba en daar uiteindelijk verscheen de Heer hem en haalde de belofte aan zijn vader Abraham. De belofte dat God met hem zal zijn en hij niet hoefde te vrezen. En God zou hem zegenen en zijn nageslacht vermenigvuldigen. Daarop bouwt Isaac een altaar en roept de naam des Heer aan. Daar vestigt hij zich en liet weer een put graven. En daar kwam tenslotte ook Abimelech om met hem een verbond te sluiten. Want ze zagen nu ook wel in dat zonder hulp van boven deze zegen tijdens grote droogte nooit had gekund. En waarschijnlijk ook heeft het vreedzame gedrag van Isaac daartoe bijgedragen. Als iemands wegen de Heere behagen, zegt Spreuken, doet hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. Nou, we zien hoe waar het is. Maar wat is nou de les van ons hier? Nou, allereerst deze, dat als je godsvruchtig wil leven, je strijd krijgt. Twist en tegenwerking. Als je die stromen van levend water deelachtig wordt. Wees daarvan overtuigd en accepteer dit. God laat dit toe om ons te zuiveren en uit geloof op zijn belofte te leren leven. Altijd wordt die bron betwist. Altijd wordt er tegengewerkt. En als je meent rust te hebben gevonden, dan komt de tegenstand weer. Nauwelijks is het ene voorbij of het andere drama kondigt zich al aan. Er is een Roemeens lied dat vertelt over de woeste levenszee der verzoekingen. Kunt aprop aan vos de maal, aan mij we niet omwaal die lark. Chemia dus interpreteur, prin alte in ze keur mij maar. Toen ik net dicht bij de kust was, tegen de stroom in, eindelijk de kust had bereikt, kwam er weer een hoge golf en die sloeg me nog verder terug de zee, nog heviger, nog meer verzoeken.
En wat is dat herkenbaar voor de oprechte vromen? Dan denk je, nou, ik heb het net gehad. En dan komt er... Zo werd Jozef verkocht door zijn broers als slaaf en uiteindelijk de gunst van zijn heer verworven en kreeg privileges. Begon weer bij de wal wat op te klimmen. En zo werd hij weer vals beschuldigd in de gevangenis geworpen. Teruggeworpen in de woeste zee der verzoekingen. Strijd op strijd, aanval op aanval, van twist en beschuldiging. Weet allemaal dat David Goliath uit Gat versloeg. Toen was er grote vreugde bij het volk. Over en uit met de vijandschap. Maar wat minder bekend is dat er even later weer een Goliath kwam uit diezelfde gat. De Heere dienen betekent strijd op strijd. En je kunt er wel eens uitgeput van raken. Toen er opnieuw strijd was tussen de Filistijnen en Israël, trok David met zijn dienaren uit en ze streden tegen de Filistijnen, totdat David uitgeput raakte. Wat kan de strijd soms hevig en langdurig zijn? Jisbi Benob, nu een der afstammelingen van Rafa, het gewicht van zijn lans was 300 eenheden koper en droeg een nieuwe wapenrusting, dacht David neer te vellen. Maar Abisai, de zoon van Seruja, kwam hem te hulp en sloeg de Filistijn dood. God is weer de grote paraat blijkende. Als wij niet meer kunnen, draagt hij ons. Toen bezwoeren de mannen van David hem, gij zult niet meer met ons in strijd uittrekken, omdat gij de lamp van Israël niet uitblust. Opnieuw was er strijd met de Filistijn te Gob en te Elganan, de zoon van de Bethlehemiet. Jaure Oregim versloeg de Gatiet Goliath, die een speer had met een schacht als een weversboom, net als de vorige Goliath. Toen was er wederom strijd te Gat. En daarna was een man van zeer grote lengte die 6 vingers aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten had. 24 bij elkaar. Een nog grotere reus dan de eerste Goliath. En ook deze stamde af van Rava. Hij woonde Israël en Jonathan, de zoon van Simna, Davids broeder, versloeg hem. Deze 4 stamden af van Rava te Gat. Ze vielen door de hand van David en zijn dienaren. En toen eindelijk was het over en zong David de Heere, geef mij ruimte gegeven om mijn schreden en mijn enkels wankelden niet. Hij ervoer tenslotte diezelfde ruimte als Isaak eerder beleefd had. Bij de derde waterput lieten ze hem met rust. Deze noemde hij regenbod en zeiden, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. En dan is die ruimte letterlijk, eindelijk land waarin hij kon blijven, maar ook vooral figuurlijk bedoeld als tegenovergestelde van benauwdheid. Je hebt het benauwd of je hebt het ruim. Want even later trekt hij weer verder naar Berseba, waar hij zich uiteindelijk vestigt, want de vijand kan het ons soms benauwd maken. Altijd twist, altijd beschuldiging, maar Isaac handelde overeenkomstig de wil van God, ondanks alle tegenstand. Want wat wil God dan? Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem water drinken, want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd. Het beeld van folterende wroeging. En de Heere zal het u vergelden. En Gods woord blijkt getrouw, want Abimelech kwam en sloot een verbond met Isaac. Isaac wilde de mindere zijn en werd vermeerderd. Hij vernederde zich en werd verhoogd. Hij scheidde zich af van de wereld en de wereld erkende hem als gezegende des Heeren. Tegenwoordig zoekt men de compromis met de wereld om acceptabel voor hem te zijn. En het heeft juist averechtse werking. De kerk komt daardoor in de wereld. De kerk bekeert zich langzaam tot de wereld. Maar we moeten volharden in Gods wil. En dan zal God zijn woord ook getrouw gestand blijven te doen in onze levens. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Waarin u een vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als wij strijden volgens deze regels en niet reageren vanuit onze vlees en dezelfde wapens als de wereld hanteren van vergelding en geweld, dan zal God het ook ons vergelden. Wij moeten anders zijn. Niet zoals de wereld met vergelding en geweld. Maar anders reageren. Niemand kwaad met kwaad vergelden. Vergeven. Verdragen. De mindere willen zijn. En dan zal God ons op onze tijd verhogen. Dan komt er ruimte in onze benauwdheid. Regenbod werd de put genoemd. Wat ruimte opluchting betekent. Alleen als we putten uit de bron van Gods woord kunnen we ruimte voor onze zielen vinden.
Wie in mij geloof grijpt, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Weet u, die put die Isaac uiteindelijk groef in Berseba, was anders gegraven dan die putten in het dal van Gera. Dat weet u door het gebruik van het werkwoord graven in het Hebreeuws. In alle gevallen wordt hetzelfde werkwoord gebruikt voor graven bij putten, namelijk gafar. Maar bij die te Berseba, Isaac uiteindelijke rustplaats, staat daarvoor graven karach, wat ook doorboren, doorhakken betekent. De huidige putten bij Berseba, die er nu nog te vinden zijn, gaan door 5 meter rots heen. En die putten kosten heel veel meer inspanning en moeite dan die gegraven putten. Dat wat de moeite waard is, daar zullen we ook moeite voor moeten doen. De bron van levend water is boven alles de moeite waard, maar dan kost het ons ook meteen heel veel moeite. De uiteindelijke rustplaats is alleen bij die waterbron des levens, Jezus Christus, de steenrots van ons behoud, want ze dronken uit de geestelijke rots welke met hem medeging en die rots was de Christus. En godvruchtig leven hem kost je soms heel wat. Je valt van de een in de ander strijd, maar met een geweldige belofte voor nu en straks. Oefen in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. En laat onze verwachting ook alleen van de Heer Jezus zijn. Dan kan en zal de strijd op strijd komen, moeite kost het en grote inspanning. Maar dan wil Hij de bron zijn waaruit wij weer nieuwe kracht mogen putten, elke dag. Want wie de Heere verwacht, putt een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen maar worden niet moede. Zij wandelen maar worden niet mat. En veel christenen worden wel moede en mat. Omdat ze water putten uit gegraven bronnen in plaats van uit de rots gehakte bron. Ze nemen uit dezelfde bron als die van de wereld. En daarmee winnen we nooit de strijd, maar worden wij overwonnen door de strijd. En worden we moede en mat. Wat mij zo opviel toen David moe raakte in de strijd en bijna gedood werd, dat God toch op tijd hulp schonk. Maar hoe luidt het advies van zijn knechten? Gij zult niet meer met ons ten strijde trekken. Dat gij de lamp van Israël niet uitblust. Maar als God op dat moment uitredding schonk, dan kan hij de volgende keer toch ook weer uitredding schenken. Hij is toch dezelfde, ook morgen? Nee, gij zult niet meer met ons ten strijde uittrekken. Nou, we weten allemaal, toen gebeurde dat drama met Bathsheba. Isaac vond ook eindelijk rust. En toen werd zijn buikje vooral belangrijk. Tegenwoordig ook een enorm probleem onder de jeugd, vooral in Amerika. Zijn zoon Esau bleek een goede jager en hield daarom meer van Esau dan van Jacob. En Isaac had Esau lief, want wildbraak was naar zijn smaak. En toen voltrok zich dat drama van bedrog om het eerste geboorterecht. Wanneer we rustig gaan op onze lauweren, wees dan op je hoede. O, het vlees schreeuwt om rust. Maar geestelijk blijkt strijd veel gezonder voor ons te zijn. En God weet dit zo goed. Hij kent ons immers beter dan wij onszelf. Daarom laat hem maar gaan, dat zijn wil mogen geschieden. Ik las eens een keer van Luther dat een vriend bij hem zijn hart uitstortte, vol verdriet over tegenslag. Och, het wil ook volstrekt niet zoals ik wil, zei die vriend. Waarop Luther hem aankeek en zei, nou, dat is toch ook redelijk. Want waarom schenk je dan dagelijks jouw wil weg? Dan gaat het niet meer zoals jij wil, maar dan gaat het zoals God wil. Vader, uw wil geschieden. Dat betekent praktisch je eigen wil verloochenen en dan kan alles anders verlopen dan wij naar het vlees zouden willen. En dat lijkt vaak gemakkelijker. Maar het is uiteindelijk niet zegenrijk. Uw wil geschieden. O, wat bidden we het soms makkelijk. Maar om het te accepteren dat het ook geschiedt. Laten we niet moede worden goed te doen,
Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als we niet verslappen. Isaac oogste honderdvoudig in dat land en in dat jaar. Daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. En Abimelech, die hem eerst wegstuurde, kwam tot hem om vrede te sluiten. En Abimelech moest erkennen dat Isaac naar zijn vader Abraham nu de gezegende des Heeren was. Laten wij ook vertrouwen op God, hoe hevig de strijd soms ook is. Soms raken we moede van de strijd, uitgeput. Maar Jezus Christus wil de bron zijn waaruit we nieuwe kracht mogen putten. U wil geschieden betekent altijd strijd voor de gelovigen. Dan kan alles ogenschijnlijk tegenstrijdig gaan. En moeten we soms door een dal van diepe duisternis, waarin we het soms niet meer zien zitten. Maar uiteindelijk blijkt Hij ons toch naar rust gelaten te voeren. Ook in onze leven. Hij is de goede herder. Dan schenkt Hij ook ons ruimte in onze benauwdheid. En zal ons hart nog overvloeien van blijdschap. Zoals Isaac. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. Amen.